Goedemiddag, het is vandaag donderdag en dat is weer een nieuwe weekvlog. En ik werk vandaag weer vanuit huis, dus ik ben de hele dag hier. Ben ik aan het werk. En dit weekend, ik heb best wel veel plannen. Ik weet niet wat ik ga doen, want vanavond, bijvoorbeeld een van de opties vanavond naar de beach is te gaan. Maar ik weet niet, ik heb niet heel veel zin, ook omdat ik morgen moet werken en het is... Nou, niet ver, maar ik moet dan de Uber alleen terugpakken. Het is gewoon gedoe, zeg maar. Dus ik denk niet dat ik vanavond ga. Morgen heb ik waarschijnlijk een party. Daar heb ik zin in. Ga ik met vrienden van de hoekie naartoe. Zaterdag een house party met onder andere Nede. Dan ga ik ook uit in Arlington, want die house party is ook in Arlington. Dan gaan we daar naar uit. En verder zondag. Misschien met iemand afgesproken met vriendin, maar dat weet ik nog niet wat daar de plannen van zijn. Dus best wel een druk weekend, maar ik heb er zin in. En deze werkweek gaat zo bizar snel. Het is echt niet normaal dat het nu alweer donderdag is. Echt, het vliegt voorbij letterlijk. Maar dat betekent wel dat ik het daar met je heb, want de dagen gaan echt zo snel voorbij. Ik weet niet of je het aan mijn make-up ziet, maar ik heb make-up gedaan, want ik ga toch wel naar PJ's. Ik was met mensen aan het appen over PJ's of over het weekend. En dacht ik, denk, ja, ik heb eigenlijk toch gewoon wel zin om hun allemaal weer te zien en zo. En het is helemaal niet zo veel moeite dat ik dacht, ik ga gewoon, weet je, ik ben hier maar één keer. En over 3 maanden of 4 maanden ben ik weer thuis. En dus nu kan het nog. Dus ik dacht, ik ga gewoon. En zo laat is het ook weer niet. Het is tot 12. En dan ben ik misschien 1 uur thuis. En dan 8:30 wekkers. Dus dan slaap ik nog gewoon ruim 7 uur. Dus dat valt op zich best wel mee. Dus nee, ik ga straks. Ik heb al mijn eten gemaakt. Ik heb al gegeten. Mijn cup al gedaan. Moet alleen nog even omkleden. En dan pak ik straks de bus richting Fairfax. En dan ben ik rond 8:30 bij de flats. En dan gaan we daar pre-drinks doen met z'n allen. En daarna naar PJ's. Ik ben nu onderweg naar de metro en dan ga ik met de metro naar Roslyn. Daar stap ik over op de volgende metro en daarna pak ik, daar, die gaat naar Vienna. En van Vienna pak ik de bus en dan ben ik er. Dus ja, even een uurtje reizen, maar het komt goed. Goedemiddag, het is vandaag vrijdag en ik ben gisteren naar PJ's geweest. En het was super gezellig, want het is sowieso leuk om iedereen te zien. En ik had iedereen natuurlijk, denk ik, nou, het is 6 weken of zo niet gezien. Dus ik had ze heel erg gemist. En het was leuk om iedereen te zien. En PJ's was ook was echt mega druk. Want hij zat echt helemaal om de hoek. Maar gelukkig zat iemand voor aan die rij die ik kende. Dus dan konden we daarbij in squeezen. Dus dat was chill. En nu ben ik aan het werk. De laatste dag voor het weekend. En vanavond heb ik afgesproken met onder andere Jess en Arena van mijn hockey team. Dan gaan we naar een frat party. Dus dat is het plan voor vanavond. Morgen waarschijnlijk een house party met Nele. En verder weet ik het nog niet helemaal precies. Zien we wat ik nog meer qua plannen heb. Maar in ieder geval, er zijn opties. Dus dat is chill. Ik ben klaar omgekleed. Ik heb make-up gedaan. Ik moet mijn haar alleen nog even doen. Voor de frat party. En oh, wat heb ik hier voor een rare rode vlek. En ik heb, wacht, ik kan het even omdrijven laten zien. Dit is wat ik aan heb. Gewoon simpel een blauw topje met een leren broek. En ik ga zo richting Jess toe. En dan gaan we pre-dinge doen, denk ik. En worden we om 10:50 opgehaald. Volgens mij voor onze, is onze ride 10:50. En dan gaan we naar de frat party toe. Ik heb er zin in. Goedemiddag, het is vandaag zaterdag en ik vlog nu pas, want ik werd vanochtend wakker met koorts en echt een hele pijnlijke keel, zeg maar heel heel erg keelpijn. Dus ik heb ibuprofen genomen en nu gaat het op zich wel, nog steeds al koorts. Dus dat is wat minder, maar gisteren ben ik naar een frat-party geweest. Wacht één moment. Gisteren ben ik naar een frat-party geweest samen met Jess en Irina en dat was leuk. Nou, dat is zin gehad. Het was wel rustiger dan normaal, maar het kwam omdat het Rush Weekend is. Dus dan probeer ik zeg maar nieuwe brothers te recruiten, zeg maar, voor de frat.
Dus het was zeg maar een soort van open. Dat was in heel veel dat nieuwe mensen dus er ook waren. Dus daardoor was het wel minder. Maar het was wel leuk om gewoon iedereen te zien. Dus het was echt gezellig. En ik had Uber teruggepakt. En ik denk dat we om... We waren denk ik om 1 uur bij Jess en 1:30 was ik thuis of zo. Dus dat is chill. Heel laat. En nu ben ik even naar de Target aan het lopen. Om even wat boodschappen halen. En ik dacht het wel even chill, frisse lucht. Frisse lucht voor mezelf. Dat denk ik wel chill. En verder ga ik vanavond dus niet uit. Want toevallig is, ik zou vanavond Nelen uitgaan. Maar Nelen heeft is ook ziek. Heeft ook koorts. Dus dat komt mooi uit. Dat we allebei ziek zijn. Dus we gaan vanavond niet uit. Dus geen idee dat ik gewoon vroeg mijn bed in ga. En een filmpje ga kijken. En dan op tijd slapen. Want ik ben nu, ik heb echt tot 2 uur geslapen. Nou, niet alleen maar op 2 uur pas ging ik mijn bed uit. Omdat ik dus daarvoor nog een uur had geslapen. Omdat ik me echt zo slecht voelde. En nu gaat het dus wel op zich. Wel. Ibuprofen helpt. En nu eventjes naar de Target. Goedemiddag. Ik heb al een tijdje gevlogd. Zondag was ik nog steeds ziek. En had ik geen zin om te vloggen. Ik heb die dag ook echt helemaal niks gedaan. Behalve op bed gelegen, Netflix gekeken. En wel brood gebakken die dit keer beter was gelukt. En gisteren ben ik het gewoon totaal vergeten. Gisteren werkte ik vanuit huis. Was ik nog steeds ziek. Dus was blij dat ik vanuit huis werkte. En s'avonds had ik mijn eerste hockeytraining weer van spring semester. Maar ik heb dus een TikTok gemaakt over mijn dag. Dus die ga ik hier nou even in plakken. Dan soort van toch nog een maandag vlog ding. Goedemorgen, een nieuwe day in mijn life als exchange student in Amerika. Ik werkte vandaag vanuit huis, dus ik kon mijn chille outfit aan en ondertussen ook de was doen. Maar als ik thuis werk, dan werk ik altijd vanuit de common rooms in mijn gebouw. Dit keer ga ik naar de tweede verdieping, de keuken. Zelf zit ik op de derde verdieping. Ik heb vanuit daar eigenlijk de hele dag gewoon gewerkt. En na werk was het tijd voor mijn eerste hockeytraining van het springsemester. En daar was ik dan onderweg. Ik ga dan met een beetje daar naartoe. En dan word ik opgehaald door een vriendje. En dan gaan we samen naar de hockey. Hier zijn wat hockeyen. En na hockey ben ik weer naar huis gegaan en zat de dag er weer op. En ben ik gaan slapen. Maar ik had mijn eerste hockeytraining weer. Was leuk. Leuk om iedereen weer te zien. Hockey ging ook best wel prima. En ik heb er zin in. Het wordt leuk dit seizoen. We hebben een aantal wedstrijden op de planning staan. En dan nog een toernooi in april net voor ik wegga in Virginia Beach. Met overnachtingen. Dus dat is ook leuk. Daar gaan we nog naartoe. En nee, het is dus nu dinsdag. En ik ben net klaar met mijn werkdag. En ik heb de hele dag ook gewerkt binnen. We hadden echt super veel meetings. Van 8:45 tot 2:30 heb ik alleen maar meetings gehad. Waar ik tussendoor misschien eventjes een kwartiertje kon werken. Maar echt niet veel. Dus dat was echt kut. Als in dat ik heel veel te doen had. Maar ook gewoon heel veel meetings had. Terwijl die meetings ook gewoon belangrijk zijn. En die meetings maken je zo moe. Hoe je zit. Echt, je denkt van je moet alleen zitten luisteren. Maar die meetings zijn echt vermoeiend. Als in je moet de hele tijd gefocust blijven. Maar wel interessante meetings waren het. Dat scheelt. En daarna heb ik nog keihard gewerkt om even mijn to-do-lijstje afmaken. Gelukt. En nu loop ik buiten. En loop ik terug. Ik ben nog steeds ziekig. Dus ik ga ook niet sporten vanavond. Want ik heb morgen ook een hockey train. Dus ik ga nu terug. Naam gewoon chillen. Eten, koken, eten. En altijd gewoon in bed liggen slapen. Maar altijd slapen. Maar weet niet hoe laat. Eerst even film kijken. Serie kijken. En dan, het heeft vandaag ook de hele dag geregend. Dus ik vind het ook niet erg dat ik de hele dag binnen ben geweest. Maar we gaan nu eerst lekker naar huis. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. En ik loop weer naar kantoor toe. Ik ben al in DC. En ik heb mijn hockeyspullen mee. Kijk, want ik heb vanavond hockey. Maar ik weet niet of het doorgaat, want het is best wel koud. En ik zag dat het in Fairfax gesneeuwd had. Hier heb ik geen sneeuw gezien, maar gesneeuwd echt een mini beetje.
En aangezien ze bij ons best wel snel de training afzeggen, betwijfel ik of dat vanavond doorgaat. Maar ik heb wel mijn spullen mee. Mocht het doorgaan, kan ik gewoon hoekje. En anders ga ik naar huis. Dus ik ben benieuwd. Hoe is in deze werkdag? Lekker op kantoor. Dus, en oh ja, we hebben vanmiddag een fellow's lunch. Er komt er een fellow langs en die een boek heeft geschreven. En daar gaat hij meer over vertellen en mijn vraag stellen. En dan wordt de lunch geserveerd. Dus zo. Ja, daar heb ik zin. Ben benieuwd. Zo, stage dag zit erop. En ik heb omgekleed voor hockey op werk. En ik ben nu onderweg naar de metro. Het is nog best wel vroeg. Het is echt nog voor 5 uur. Het is 4:15 volgens mij. En dan pak de metro naar Vienna. En daar pik Jasmine op. En het was in Chile werk. Dan hadden we een lunch en een learn met een fellow. En dat organiseren we best wel vaker. Dan komt dus iemand die, of in ieder geval een department van nieuwmerken, of iemand die heeft gewerkt, of wat dan ook, die komt dan en voor iets vertellen. Bijvoorbeeld deze keer hadden we dus iemand die was een fellow in 2017 volgens mij. Hij had een boek geschreven over slavernij. En vandaag was de eerste dag van Black History Month. Dus daar kwam hij over vertellen. Over het proces van het schrijven van zijn boek en alles erbij bekijken. En dan konden mensen vragen stellen. En dan wordt dus lunch geserveerd. En het zijn best wel altijd luxe. Gewoon van de chili broodjes. Met alles erop en eraan. En ze hadden dus, ik snapte niet helemaal waarom. Maar dus was ook nog, want op een boete wordt überhaupt altijd lunch geserveerd voor ons. En die was er ook nog steeds bij. Dus die was er superveel van over. Dus daar heb ik van kunnen avondeten nu. Dat heb ik mee. Dus heb ik een broodje van meegepakt. Dus dat is chill. En ik heb dit voor mij helemaal niet verteld. Maar vorige week, volgens mij vrijdag of zaterdag, nee vrijdag, heeft Sayanne haar vlucht geboekt naar mij. Dus die komt de laatste week dat ik hier zit, komt ze naar mij. Oh mijn god, daar heb ik zoveel zin in. Echt, ik mis haar zo erg. Dat is niet normaal. Dus ik kan echt niet wachten tot zij hier is. En dan gaan we, komt ze op woensdagavond of woensdagmiddag aan. Dan, ja, tegen tijd dat ze bij is, dus avond, dus natuurlijk moe. En dan gaan we, donderdag werken we allebei vanuit huis. Donderdagavond gaan we denk ik naar PJ's dan. Want dat wil ze ook wel zien. En dat vind ik ook leuk om haar te laten zien. Vrijdag werken we allebei vanuit huis. Dan hoop ik dat het een fair party is. Hoop ik. Dat is wel leuk om haar mee naar te nemen. En dan hebben we zaterdag zondag om DC te verkennen in de buurt. En dan maandag wil ik haar de campus laten zien. De meeste campus. Want dan is ze ook een beetje levendig en is alles open. En dan dinsdag vliegen we samen naar huis. Wel andere vlucht, maar wel tegelijk. Dus dat is leuk. Echt super veel zin in. Ik kan echt niet wachten. En ik ben dus onderweg naar hockey. En het is mega koud, dus we trainen ook iets korter dan normaal. Omdat het dus vanaf 8 uur nog kouder gaat worden. Dus ja, maar ik heb er wel zin in. Ik loop weer naar huis en ik ben bijna al thuis. Hockey zit er op. En het was prima training, niet heel bijzonder. Ik had echt nog super veel spierpijn van maandag. Dus ik vond het niet zo erg, het is echt mega koud. Dus ik vond het niet erg dat het kort was. En verder niet heel veel te melden. En dit was weer het einde van deze weekvlog. Dus alweer bedankt voor het kijken. En tot volgende week. Doeg!